welkom bij de Leven Podcast. Vandaag heb ik Ed Spanjaard te gast. Hij is dirigent. En we beginnen de podcast eigenlijk altijd met de vraag: hoe ziet een dag in de leven van een dirigent eruit? Welkom. Dankjewel. Mijn dagbegin is betrekkelijk onregelmatig, want het hangt er vanaf wat ik de vorige dag heb uitgesproken. Als je bijvoorbeeld een operavoorstelling hebt en je komt om 1:30 thuis met de auto uit Leeuwarden, dan wordt het laat. En ik had bijvoorbeeld gisteren een hele grote orkestrepetitie in het Conservatorium van Amsterdam, 9:30 ochtends. Dan sta ik om 7:00 op en bereid me voor en concentreer me op wat er staat te gebeuren. En wat ik heel vaak doe als ik geen repetitie heb, ik begin heel vaak 's ochtends met Spaanse les. Ik hou van talen en ik zit redelijk goed in mijn talen die je op de middelbare school zo 50 jaar geleden allemaal leerde, maar Spaans heb ik nooit gehad. En ik ben graag in Spanje en ik heb als hobby flamenco dansen. Kijk. Dus daar werk ik geregeld aan. En gisteren had je een repetitie? Ja. En wat voor repetitie is dat dan? Het is zo dat eens in het jaar heeft het Conservatorium van Amsterdam, waar ik hoofdvakdocent ben voor dirigeren, een befaamde gastdirigent. En dat is altijd rond deze tijd van het jaar. Dus daar is een repetitieweek met 3 grote concerten. En omdat het heel ingewikkeld repertoire is, wilden ze graag dat ik het zou inzepen. En ik heb eigenlijk nog nooit voor iemand anders, die ik trouwens goed ken, die dirigent, en die ik ook erg leuk en goed vind. Dat is een voormalige leerling van mij. Leuk. Hoe heet die? Ryan Bancroft. Die is een jaar of 4, 5 geleden bij ons afgestudeerd. Heeft daarna in Kopenhagen een belangrijke dirigentenwedstrijd gewonnen. Is chef van een van de BBC-orkesten in Engeland. Heeft het feestconcert van de Nobelprijsuitreikingen in Stockholm gedirigeerd. En is nu een veelgevraagd maestro. En hij verheugt zich zeer op het terugkomen naar dit conservatorium. En ik heb ontzettend veel plezier in het de inzepen, noem je dat. Hè? De stukken die ik doe zijn 2 hele grote stukken. Het is het laatste werk van Mahler, het Adagio uit de 10e symfonie, wat hij zelf nooit gedirigeerd of gehoord heeft. En een gigantisch werk van John Adams, Amerikaan, met een monsterorkest. Ze hebben zelfs het podium moeten uitbouwen. En in plaats van de vleugel, er staat een vleugel, die past er niet in. Ik zei, doe maar een synthesizer, een elektrische piano, die neemt natuurlijk veel minder ruimte in. Maakt dat qua geluid iets uit, qua beleving? Of is dat qua geluid? De toetsen zijn precies hetzelfde. En op een belangrijk concert gebruik je een vleugel, maar voor repetitie maakt het niet uit. Ah, oké. Dus met het concert zelf komt er wel een natuurlijk vleugel. Ja, oké. En die jongen heb jij dan lesgegeven? Ja. En die is toen uitgevlogen, maar het is denk ik geen Nederlander? Als ik het zo nee, hoor. Het is een Amerikaan. En hoe komt die dan hier terecht? Nou, het is zo, je hebt in Nederland een paar conservatoria die dirigenten opleiden. En 2, het Haagse en het Amsterdamse, hebben de handen ineen geslagen en die hebben ontwikkeld de NMO, Nationale Master Orkestdirectie. En we hebben trouwens over 2 en 3 dagen letterlijk de nieuwe gasten, de nieuwe aanmeldingen van een lijst van 68 hebben we er met 12 gezoomd. Ja, en dan komen er nu 6 vanuit Cuba en van Australië hier naartoe. En uiteindelijk worden er maar 2 uitgekozen. Voor die opleiding? Voor die opleiding, 2-jarige opleiding. En die is zeer intensief. En het grote voordeel is, je krijgt 3 professionele dirigenten als docent. Je werkt met onze orkesten en assisteert hele belangrijke projecten. En krijgt dus een flinke verantwoordelijkheid. En bovendien is het klassieke muziekleven in Nederland, waar toch veel buitenlanders jaloers op zijn. Oké, hoe komt dat? Weet je dat? Nou, deze zaal is een oude en beroemde zaal geweest. Ik heb hier trouwens ook veel herinneringen aan Muzesaken. En sommige dingen lijken een heel klein beetje op het concertgebouw. Namelijk die cartouches, die namen. Echt heel mooi. Van beroemde componisten. En ik had dat hier eerlijk gezegd nooit gezien. Ook de sfeer, hè, die van een eeuw of langer geleden is. En een goede klank die hier altijd was. Het concertgebouw behoort tot de 5 of 6 allergrootste orkesten van de wereld. En dat hebben ze sinds hun
dagen met Willem Mengelberg en Van Beinum en Huiting altijd weten vast te houden. Wil ik even terug een beetje naar het begin voor jou. Want wat voor een opleiding heb jij zelf gedaan om dirigent te worden? Was er destijds een opleiding voor, überhaupt? Of? Ja, er was er wel een opleiding. Maar het conservatorium waar ik naartoe ging, was ook in Amsterdam. Dat heette toen Muzieklyceum. De directeur was een lange, minzame man, maar was ook een beetje uit de hoogte. En ik zei, ik wil ontzettend graag, zou ik dirigeerles willen hebben. En toen zei hij, Ed, gezien het feit dat je misschien ooit in de toekomst overweegt en erover nadenkt om het vak van dirigeren nader te bestuderen, gaan we je eerst een pianoopleiding geven. Je moet een strijkinstrument als bijvak nemen. Dus het was een beetje een koude douche. Maar omdat ik dus een pianoopleiding heb gehad en je heel vaak bij directielessen pianisten gebruikt, meestal twee, om het symfonische werk wat de studenten moeten zien zich doorheen te slaan, te laten klinken. En ik ben een goede van bladlezer, dus als je mij muziekblad voor mijn neus zet, kan ik het bijna altijd meteen spelen. Dus ik werd al gauw ingedeeld om te spelen en toen ging ik ook op een gegeven moment, stootte ik door naar de lessen krijgen. En hoe ging dat destijds? Want er was toen nog niet een speciaal vak voor, denk ik. Zoals ja, er was, wel een, vak voor, er was okay. wel een vak voor. En de docent was Anton Kersus. Die was toen vermaard omdat hij het Kunstmaandorkest dirigeerde in Amsterdam. Opgericht in de 50er jaren. En wat heel grappig is, Kersus is begonnen in Tuschinski bioscoop. Want je had vroeger in de pauze van de film kwam er een orgel uit het podium omhoog en dan was er een acrobaat of een orkestje. En dat was het begin van Kersus. Nee, trouwens, het is nog veel gekker. Kersus begon zijn carrière als violist hier in het Arnhemse Orkestvereniging. En het meisje die naast hem zat, daar werd hij verliefd op en daar is hij mee getrouwd. Mooi. Dus dit is nog een herinnering aan deze zaal. Want ik zag jou net ook inderdaad, toen ik even bezig was met nog het spul klaar zit, zag ik jou echt een beetje de boel in je opnemen. Alsof ja. Je, ja. Want je hebt hier dus ook echt heel veel herinneringen aan. Ja, ik herinner me ontzettend veel. Ik zou bijna een uur, dat klinkt een beetje gek, kunnen praten over alle herinneringen. Om te beginnen, het eerste concert wat ik hier dirigeerde, toen was ik denk ik 28. En de soliste was een pianiste van veel talent, maar die was pas 12 of 13. En die speelde met een pop in de vleugel. Dat was het eerste concert wat ik hier dirigeerde. Het belangrijkste wat ik hier deed waren de eerste repetities van de Götterdämmerung. Dat is de allergrootste opera van Wagner die ik ooit gedirigeerd heb. Dat duurt de eerste act alleen al 2 uur non-stop. Op dit podium. En als, ik kan zo uittekenen, ik weet nog waar Aristoteles zit. De aanvoerder contrabas. Tony Kivitz, de solo-trompetist. Die zit daar, de houtblazers. Ik weet van velen de namen en de kwaliteit en de opwinding als je zo'n gigantisch stuk mag doen die dat genereert en die als het goed is ook bezegeld wordt door de manier waarop dat orkest het gaat spelen en het tenslotte in het publiek uitstraalt. Ja, ik vraag me dan bijvoorbeeld ook heel erg af, vaak sta je op een verhogingtje en hoe gaat dat dan? Want voor de leek, hè, wat ben ik, zie ik jou staan, zeg in het publiek gedag, draai je om. En dan, wat gebeurt er dan? Want hoe heb jij interactie met de pianist, met de violist? Hoe gaat dat? En hoe weten zij wat zij moeten doen als jij bepaalde bewegingen maakt? Ja. Is dat chemie? Nou, er zijn natuurlijk standaard bewegingen voor een dirigent. Dus zelfs als ik in een land zou dirigeren waar ik geen woord van de taal spreek, dan zou ik met zingen, met tikken, met gebaren, bijvoorbeeld de eerste tel van een maat. Je hebt vaak een vierkwartsmaat of een driekwartsmaat. De eerste tel is altijd van boven naar beneden. En de laatste tel van een maat, van 2, 5 of 6, gaat altijd omhoog. En een muzikus kan natuurlijk niet 100% naar de dirigent kijken, want die heeft al die noten voor zijn neus en die moet ook nog soms naar zijn vingers kijken. Maar die moet af en toe weten waar die is. En een goede dirigent die heeft het geheim van de muziek in zijn eigen beleving als in een soort brandkastje in zijn binnenste. En de kunst van een goede dirigent is om dat brandkastje te openen, zodat men het voelt en begrijpt wat
volgens jouw beleving die muziek betekent. En dat moet niet een verzonnen idee zijn, maar je stoelt het helemaal op wat daar in die noten staat. En hoe ervarener je bent en hoe grotere interpretatieve fantasie je hebt, hoe meer je kan uitdragen van wat daar dat beetje geheimschrift, wat de noten zijn. Dat is ook een beetje een vervolgvraag die ik had. Wat je veel hoort is dat vooral oude muziek, Mozart, Wagner, dat mensen niet weten hoe dat origineel geklonken heeft. Ja. Dus is het zo dat iedereen een beetje dan zijn eigen draai daaraan geeft? Nou, er is in de laatste 40, 50 jaar enorme stromen van mensen die zeggen het wordt hoog tijd dat we de boeken lezen uit die tijd. Dat we de instrumenten uit die tijd in ere herstellen. Want bijvoorbeeld horens, een prachtig koper instrument, was tot midden van de 18e eeuw, kon je eigenlijk alleen op een horende noten spelen die je op een tuinslang ook kan spelen. Die noten. Ja. En als je een andere toonsoort wil spelen, moest je een andere tussenbeugel erin zetten. Dus bijvoorbeeld de vijfde symfonie van Beethoven. Ta 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 ta, die kennen we. Ja. Tweede thema is pa 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 pi pa. En dan doen de violen ta di ta da ti da tam. Maar dat kernachtige oproepmoment pa 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 pi pa doen de horens. Ja. En later in dat deel, zoals bijna altijd in een klassieke structuur, komt precies datzelfde in een iets andere toonsoort terug. Het is zo dat een sonatenvorm, dat wordt veel gebruikt in een klassieke vorm, kan je zou kunnen zeggen is ABA. Dus er wordt een eerste thema, machtig begin, een contrasterend tweede thema. En dan worden die thema's tegenover elkaar geplaatst. Er wordt mee gespeeld, er worden conflicten gemaakt, ze worden geheimzinnig, ze worden anders belicht. En dan komt A weer enigszins anders terug. Nou, is in die vijfde Beethoven, het eerste deel is helemaal niet lang, dat komt dus weer terug, pa, 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 maar in een andere toonsoort. Maar die horens, die het eigenlijk hadden moeten spelen, hadden geen tijd om voor die nieuwe toonsoort die beugels erin te zetten. Dus spelen de fagotten het. Die kunnen dat wel spelen, maar die hebben niet zo'n kloeke koperklank als de horens. Dus, grappig. Dus de moderne muzikus of dirigent, die staat voor het raadseltje, doen we wat Beethoven moest doen, want hij kon niet anders, fagotten, of kiezen we de horens. Dat is een klein voorbeeld. Meestal doe je gewoon wat Beethoven schreef. Heb jij ook bepaalde muziekstukken die jij prefereert boven andere, ja, ik noem het even, componisten, nou, artiesten? Ik kom uit een heel muzikaal nest, dus er was veel muziek om mij heen als jochie. Ik had een muzikale middelbare school en de dirigent van het schoolorkest waar ik contrabas speelde en piano, die gaf mij als eerste gelegenheid om te dirigeren op mijn 16e. Op die school. En ik had wel een beetje pijn in mijn schouders daarna. Maar ik had ook het gevoel, ja, dit is wat. En als je over mijn lievelingsmuziek praat, ik heb een waanzinnig breed repertoire. En daar ben ik ook trots op. Er zijn heel veel stijlen waar ik dol op ben, maar de eerste componist in mijn blikveld, Debussy, de grote Franse impressionist, is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik heb vrijwel alles van hem gedirigeerd. Ik heb zijn enige fenomenale opera, ook met dit orkest hier, het Gelders Orkest. Nu het Fion, toch? Nu heet het Fion, maar destijds, vroeger was hier het Gelders Orkest. 2005 met het Gelders Orkest. Ik heb het in Frankrijk gedirigeerd, ik heb het in Limburg gedirigeerd. Dus dat is een van mijn vele helden. Je hebt ook voor de BBC Symphony Orchestra heb je wat dingen gedaan, als ik me niet vergis. Nee, dat niet. Ik heb wel in Londen gedirigeerd met de Royal Opera House, Covent Garden. En hoe is het daar, overseas? Is dat anders dan in Nederland? Ieder land heeft een beetje zijn eigen stijl. De Engelse orkesten zijn ontzettend snel. Die worden weinig gesubsidieerd. Dus die moeten veel filmmuziek bijvoorbeeld opnemen. Hè, om het geld binnen te krijgen. En die zijn erin getraind om met heel weinig repeteren snel dingen af te hebben. Nederlandse orkesten zijn ook snel, maar die zijn toch iets meer gewend de nuances op te zoeken.
Azië heb je dingen gedaan, Amerika. Ja. Hoe gaat dat als je daar naartoe moet? Hoe benaderen zij jou of moet je solliciteren? Hoe werkt het? Nee, ik heb eigenlijk nooit gesolliciteerd. Nee, ik heb vrij veel kansen gekregen als jonge dirigent. Er waren toen veel meer orkesten, beroepsorkesten in Nederland dan nu. En dat zegt zich voort. En de orkesten die graag met je werken, die kloppen gewoon weer bij je aan. En een enkele keer is er iemand die zegt, bijvoorbeeld Ellie Ameling, beroemde Nederlandse zangeres met wie ik goed bevriend ben, die is net 90 geworden. En de eerste keer dat ik met haar werkte, zij was al wereldberoemd en ik was 10 jaar bezig of zo. En zij was zo tevreden over de samenwerking. Ze zei, kan jij volgend jaar met me mee naar Italië? Ik heb een belangrijke tournee. Ik heb een goede dirigent nodig, maar ook voor een Mozart-aria en pianist. En dat is een heerlijke reis geworden. Hoe lang ben je dan weg? 2 weken. Heerlijk. Goed eten, hè? Ja. Wijnen. Ja. Het mooie leven, inderdaad. Ja. Heb jij ook een land waar je het liefst komt om op te treden? Eens even denken. Ik vind Italië een heel mooi land. Frankrijk was mijn eerste vakantieland. Ik spreek die taal ook vrij goed. Ik heb veel in Duitsland gedirigeerd, maar ik vind het professioneel heel goed, maar wat stroever. Het is wat minder lollig. Spanje, daar heb ik weinig gedirigeerd, maar daar ben ik dus met die taal bezig. Hè? Zou je dat dan wel daar ook wat meer willen dirigeren? Misschien wel, ja. Leuk. Kijken hoe ver ik kom. Ja, denk je dat het is? Moet je dan echt weer vanaf nul beginnen daar? Of ze weten toch wel een beetje wie jij bent, denk ik? Nee, je hoeft niet vanaf nul te beginnen. Nee, want ik ben echt heel erg ervaren. Dus er zijn. Weet je, het gekke is, je gehoor ontwikkelt zich in de jaren dat je dirigeert. Mijn oude leraar in Amsterdam, die zei: als je pas begint, herken je niet eens een major akkoord. Een major akkoord is bijvoorbeeld pa, pa, pa. Dus een basisakkoord, pa, pa, pa. Omdat je zo overweldigd bent door de massa instrumenten en misschien ook het eng vindt. Maar nu werkt mijn gehoor heel scherp als ik voor een orkest sta. Ik herinner me bijvoorbeeld, gisteren repeteerde ik even in dit heel groot bezette stuk iets met 4 trompetten. Die moesten gelijk zijn. En ik hoor meteen dat. Pik je dat er gelijk uit, ja? Ging om de gelijkheid. En ik hoorde meteen dat de 4e trompet te laat kwam. Meteen. Niet veel te laat, maar net ietsje. En dat weet ik. En dat is dan ook niet van laten zien hoe slim je bent. Maar ik weet het gewoon. En dan kan je zo iemand gewoon professioneel aanspreken. En dan doe je het 2 keer en dan klopt het. En wat zijn nou echt dingen waar je dan tegenaan loopt met zo'n repetitie? Zijn dat dit soort kleine details? Nou, het zijn bijvoorbeeld, was ook iets heel geks, met de contrabassen. De contrabasniveau op het Conservatorium van Amsterdam is heel hoog. Dat wil zeggen, contrabas is natuurlijk, zou je zeggen, kan een beetje een olifantachtig instrument zijn. Maar die kunnen allemaal waanzinnig virtuoos en snel op de hoogste snaren spelen. Maar gisteren in dat stuk hadden ze lange noten, die op zichzelf niet ongebruikelijk zijn, maar die moesten ritmisch precies wisselen. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment, ik had een slag in 2 en het was eigenlijk, je moest eigenlijk denken in 6 als volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Normaal zou een lange noot bijvoorbeeld pa, pu, zou op de tel kunnen pu. Maar hier was het bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Dus op verschillende momenten die wel heel precies waren aangegeven. Maar deze bassisten die eigenlijk verlekkerd zijn op virtuositeit, leken wel een deel van hun ritmische intelligentie uit te schakelen. Dus dat zwabberde een beetje. En hoe krijg jij die mensen daar weer in de juiste lijn? Ze aanspreken en het voorzingen. Ik zing het gewoon letterlijk voor en dan teken ik uit in de lucht en met tellen hoe die maat in elkaar zit. Ik had een hele fijne aanvoerster die het meteen goed deed, maar er waren er nog 5 of 6 anderen. En sommigen, die schakelen dan nog niet zo makkelijk over.
En werk jij vaak met ja, nou, je wisselt vaak rond, denk ik. Maar heb je ook een bepaalde groep waarmee je vaker werkt? Ja. Bepaalde orkesten, zeg maar? Ja, ik heb 35 jaar een fenomenaal ensemble voor nieuwe muziek gehad. Het Nieuw Ensemble in Amsterdam. Grondbezetting 12 muzici, maar soms waren we ook 25. We hebben de hele wereld over gereisd. En door de schandalige cultuurbeleid van de regering in 2012, van de heer Zijlstra, dat heeft vele koppen gekost. En een jaar of drie, bijna 3,5 geleden, is dat ensemble moeten verdwijnen. Jammer, denk ik. Helemaal als je daar zo lang mee gewerkt hebt. Je hebt ook een tijdje in Limburg. Ik heb heel lang in Limburg. En wat deed je daar? Alles. Ik was vanaf 1980 ben ik voor het eerst gevraagd voor toen nog Limburgs Symfonieorkest. Die zijn inmiddels ook gefuseerd met het Brahms Orkest van destijds en heet Philharmonie Zuid-Nederland. Ik heb daar in 1980 voor het eerst gedirigeerd en bijna onophoudelijk de 40 jaar daarna. En ik heb het alles gedaan. Opera's, operettes, alle grote symfonieën van Beethoven, van Bruckner, van Tchaikovsky, van Brahms. Eindeloos veel soloconcerten. Ik heb er ook pianoconcerten gespeeld die ik zelf speelde en tegelijkertijd dirigeerde. Hoe gaat dat dan? Want dan sta je niet op een verhogingtje. Nee, zit achter de vleugel. En dan moet je donders goed voorbereid zijn. Want je moet zo'n pianoconcert zowel als dirigent in je hoofd hebben en als solist. Dus het is eigenlijk dubbelop. Kan je dan ook kritisch naar jezelf zijn? Ja, natuurlijk. Ja? Heel erg. Wat ik altijd deed, als ik dat zo ging spelen, dan vroeg ik één of twee collega's, hele goede pianisten, wie het met mij op twee vleugels doorspeelde, dan speelden zij de orkestpartij in een pianoreductie en ik de solopartij. En dan zeg ik, kom maar op met je kritiek. Kan je dat dan goed hebben? Ja, ik kan het heel goed hebben. Je moet helemaal in dit vak denk ik best wel goed tegen kritiek kunnen en ook open verstaan. Want als je dat niet kan, dan leidt iedereen daaronder, zeg maar. Ik vind een van de leuke aspecten van ouder zijn moet ook betekenen dat je nieuwsgierig blijft. En dat betekent dat je bereid bent om te blijven leren. Dus zowel uitbreiding van dingen die je al wist, maar daar dieper in te gaan. En dingen die je niet kende, ontginnen. Wat heb jij bijvoorbeeld afgelopen week dan geleerd, bij wijze van spreken, maand? Een heleboel Spaanse woordjes. die twee stukken die ik nu repeteer op conservatoire met dat monsterorkest heb ik nooit zelf eerder gedirigeerd. Dus die heb ik zeer tot in de diepte gestudeerd. En dat doe je veelal aan je bureau, soms aan de vleugel met een potlood, een enkele keer met een dirigeerstokje. Maar als je die 90 muzici voor je neus hebt, dan gaat dat een leven leiden wat op geen enkele andere manier zo bestaat. Vind je het af en toe nog wel spannend om voor een zaal te staan? Ja, ik vind repeteren spannender, eigenlijk uitdagender en soms ook leuker. Omdat je daar de verandering, de verdieping heel erg... Ja, het is net alsof je iemands pols voelt en merkt dat hij in een mooi vaarwater komt. En uitvoering kan heerlijk zijn, maar dat hangt er vanaf. Het hangt een beetje van het publiek af, van het repertoire van de zaal. Hoe klinkt de zaal? Heeft het orkest goed? Is dit een goede zaal? Ja, akoestiek? Ik vind het een fijne zaal. Het is lichtelijk overakoestisch. Dus dat betekent dat het geluid iets te groot wil zijn voor de ruimte van de zaal. Maar het heeft wel een fijne klank. Dan calculeer je dat in dan? Probeer je daar rekening mee te houden? Ja, probeer je rekening mee te houden. Een orkest wat heel erg aan zo'n zaal gewend is, weet dat. En kan zich daar ook een beetje op instellen. Heb jij ook wel eens in Australië, in het Opera House, heb je daar wel eens... Nee, ik heb wel opera gedirigeerd in Australië, maar dat was in Perth Festival. En heb jij nog bepaalde doelen of locaties waarvan je zegt, nou daar zou ik echt nog een keer willen staan? Nou, ik zou best, het lijkt me geweldig om eens in Sydney te dirigeren bijvoorbeeld. Ik heb een paar grote operahuizen gedirigeerd, maar niet zo heel veel in Frankfurt, in Vancouver, in Parijs. Dat was niet... Ja, ik heb vaak in Parijs zelf gedirigeerd, maar dit was in Nanterre. Dat is een theaterfestival even buiten Parijs, ook opera gedaan. En in Amsterdam, in
Ik heb in Nederland, denk ik wel in 20 verschillende zalen opera's gedirigeerd. Door het hele land, dus van Limburg tot aan Friesland. Ja, met Opera Zuid, met de Nationale Reisopera. Ik heb mijn sindsdien is de mooiste Nederlandse operazaal in Enschede. Gebouw, dat heet het Wilming Theater. Een prachtige zaal, minder groot dan de Stopera in Amsterdam. Fijner van akoestiek. Perfect van zichtlijnen en je kan in de orkestbak, die zit dus onder het toneel, een heel Wagner orkest kwijt. En dat hebben we ook gedaan. Wat ik bijvoorbeeld ook afvroeg, heb jij bijvoorbeeld dirigenten waar je nou op kijkt? Of vroeger dan, ik weet niet of je dat nu nog steeds hebt. Ja, heb ik. Ik heb de leuke bof gehad dat ik met 5 of 6 van de allergrootste dirigenten in mijn, zeg maar tussen mijn 20ste en mijn 40ste, heel nauw heb samengewerkt. Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, dus ook de componist van de West Side Story, Pierre Boulez, Bernard Haitink, Georg Solti, dat is iets geweldigs. Maar, zoals je terecht zei toen ik hier over dit podium zwierf, er zijn 2 dirigenten waar ik nu heel sterk aan denk, die hier alle 2 vaak gestaan hebben en die in mijn leven belangrijk zijn. Voor de oorlog was 1 van de vaste dirigenten van het Gelderse Orkest Martin Spanjaard. En Martin Spanjaard was verwant aan mijn grootvader. Niet heel dichtbij, hij was niet een broer, maar toch vrij dichtbij. Martin Spanjaard was voor de oorlog een gerenommeerd dirigent. Die heeft ook voor het Concertgebouw gestaan. Hij heeft zelfs de Wiener Philharmoniker, 1 van de allerberoemdste Europese orkesten, gedirigeerd. Hij heeft met Stravinsky samengewerkt. En Martin Spanjaard is van alle Nederlandse dirigenten de enige die de oorlog niet heeft overleefd. Hij was Jood, hij moest zich verstoppen in een pension in Den Haag, is gedeporteerd en is vergast. En wat ergens hier in dit gebouw hangt een zwart-wit foto van hem, net zoals van alle andere vorige dirigenten, maar wat mij kwelt is dat er nooit echt aandacht aan besteed is. En veel van de Nederlandse dirigenten die in de oorlog wel konden dirigeren, omdat ze niet Jood waren, of omdat ze een verklaring hadden getekend dat ze de Duitse bezetting oké vonden, of toch wilden doorwerken, vaak omdat ze jonge gezinnen hadden, en enkele omdat die echt met de Duitsers heulden. Al die dirigenten hebben Martin Spanjaard gekend, want dat was gewoon een tijdgenoot en een collega. En er is er maar 1 die ooit over hem gesproken heeft. En die is hier ook vaste dirigent geweest. Jaap Spaanderman. Die dirigeerde wel door in de oorlog. En dat is de enige man van wie ik les heb gehad. Nadat ik zogenaamd al een afgestudeerd dirigent was. En die een geniaal pedagoog was. Jaap Spaanderman, hij was toen al 80. Die was, het is bijna niet te beschrijven hoe fantastisch die man kon lesgeven. Hij was ook een hele belangrijke pianodocent. Veel van de Nederlandse pianisten vanaf de jaren 50 hebben bij hem les gehad. En dan zat hij, zoals jij daar nou zit, en dan stond ik te dirigeren. En dan zong hij bij wijze van spreken alleen de 2e trompet. Er was dus niemand die speelde, er stond ook geen grammofoonplaat op en hij zag alles. En wat ik ook zo meesterlijk van hem vond, hij kende al die stukken en als hij iets niet kende, dan was hij het als de donder gaan studeren voordat ik kwam. En als hij een anekdote vertelde, en dat vond ik ook zo fantastisch van hem, dan was het niet toen ik mijn goud bejubelde concert hier en daar dirigeerde, maar dan vertelde hij over iets wat was voorgevallen waar hij een stommiteit had begaan. Die hem nog steeds kwelde. En waar je dus, dat hij voelde dat nog steeds, dat hem dat hij zich daarvoor geneerde. En hij zegt, ik moet die jongen zorgen dat hem daarvoor behoede. En dan vertelde hij je dat en sindsdien je nooit meer vergeet. Waarom denk jij dat die Martin Spanjaard niet de uiteindelijke erkenning gekregen heeft? Dat dus andere dirigenten van zijn tijd daar nooit een woord over gerept hebben? Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is die je stelt. Heb ik mezelf ook afgevraagd. Ik denk toch een zeker gevoel van gêne. Omdat
alle dirigenten die wel konden dirigeren, laten we zeggen dat de helft daarvan toch iets te gunstig tegenover de Duitsers stonden. En het niet erg prettig vinden dat een prima vakbroeder vergast is. Dat is natuurlijk te walgelijk voor woorden. En dat ze dat, daarom bewonder ik ook Spaanderman. Die heeft zich daar wel over uitgesproken. Die heeft zich er wel over uitgesproken. Die heeft ook de hele oorlog doorgedirigeerd. Die heeft het er wel over gehad. En dat vind ik een mooi gebaar. Ja, dat zegt ook wel iets over hem, denk ik. Ja, toch? Absoluut. Absoluut. Als ik zeg Edison Klassiek Prijs, wat kan je daarvan, wat kan je daarover vertellen? Wat staat je daar nog van bij? Want je hebt een redelijke oeuvre wat dat betreft, qua prijzen. Nou, waar ik het eerst aan denk, dat is Marlene Dietrich. Marlene Dietrich kreeg een Edison in de jaren 60. En Godfried Bomans die reikte dat uit. En ken je Godfried Bomans nog? Nee, ik kom uit 95. Okay. Nee, Godfried Bomans was de beroemdste humorist van de Nederlandse literatuur. Dus die kon fantastische sprookjes en fantastische vertellingen. Net zoals je Annie Schmid hebt voor kinderen, was Godfried Bomans was een even belangrijke figuur. En die reikte die Edisons uit en die zei tegen Marlene Dietrich, die beroemd was om haar figuur en haar mooie benen, zei die, ik wou dat mijn vrouw één zo'n been had. Maar ook omdat toen ik in Londen woonde, ik heb 5 jaar in Londen gewoond, en het allerlaatste concert dat Marlene Dietrich als zangeres gaf, en ze was natuurlijk vooral filmster, heb ik gehoord in het Wimbledon Theater. En wat weet je daar nog van? Dat zijn wel iconische... Ja, iconische vrouw. Ze had een bandje van een man of 6. Voor de pauze was ze in frak, dus een mannenrockkostuum. Na de pauze in zo'n zilveren glitterjurk. Nog steeds een geweldig figuur. En ze zong alles zelf die avond. Het is een van de beroemde Ich bin von Kopf zu Fuß auf Liebe eingestellt en dat soort dingen. Je hebt ook een koninklijke onderscheiding gehad. Ja. Doet dat wat met je? Maakt dat iets in je los? Ben je daar, trots op? Ja, ik heb het... Ja, natuurlijk wel. Maar ik maak er geen show van. Het heeft ook wel een achtergrond. Want het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander... Ik was de dirigent op het huwelijk. En ook die prachtige traan bij de tango van Krajinov. Krajinov en ik hebben dat nummer zo bewerkt... dat het binnen die 4 minuten paste. En we hebben daar een hele warme muzikale vriendschap... ontwikkeld. Hoe gaat zoiets, zo'n koninklijke onderscheiding? Of word je daar van tevoren voor ingelicht? Het heeft wel een grote voorgeschiedenis, want toen Beatrix koningin werd, 1980, toen was ik ook dirigent bij het ballet. En ik had al een staatsbezoek gedirigeerd van haar moeder, Juliana. En ik heb bij Beatrix de Koningschap 2 staatsbezoeken gedirigeerd in Bonn in Duitsland. Dat was haar eerste officiële staatsbezoek. Toch? En in Israël, in Jeruzalem, met enorme veiligheid. Dus, en ik had vrij vaak voor koningin Beatrix gedirigeerd. Dus ik heb haar vrij goed leren kennen, al eigenlijk van de tijd dat ze nog prinses was. Dus daar zit een bepaalde voorgeschiedenis. We hebben ook eigenlijk best wel een warme klik. En heb jij ook nog bepaalde bijvoorbeeld stukken van Mozart waar jij heel veel waarde aan hecht? Kan je ook emotioneel worden van bepaalde stukken? Ja, ik heb toevallig een hele goede vriend van mij, is 2 weken geleden overleden. Dat was een meesterlijke dirigent, Kenneth Montgomery. Correleerd. Van oorsprong een Ier, die al tientallen jaren in Nederland woonde en werkte. En die was een van de mededocenten op dat zware masterprogramma. Dus als wij over een paar dagen de toelating hebben, hij heeft zich nog gebogen over hoe de selectie vooraf moest zijn. Ze zullen hem vreselijk missen. En Kennis, die kon zeker de laatste jaren heel snel beginnen te snikken als hij mooie muziek hoorde. Dat is heel aandoenlijk. Ik heb dat niet snel. Je verinnerlijkt dat. En je leert eigenlijk om de muziek zo'n structuur en lading te geven, dat het zijn werking krijgt. En voor mij zou het zijn, als ik zelf heel emotioneel zou worden, zou ik de controle niet meer volledig in de hand hebben.
Maar er zijn bijvoorbeeld, je noemt nou Mozart. Ik herinner me dat Don Giovanni is een van mijn favoriete Mozart. Dat is een grote opera die ik ook herhaaldelijk heb gedirigeerd. Vrij in het begin. Donna Anna, de vrouw die door Don Giovanni wordt verkracht. Dat is een dramatische personage. En die heeft een recitatief beschuldigend en gekweld. En dat is zettend aangrijpend. En ik herinner me een productie waar ik ook een paar voorstellingen van dirigeerde. Van een hele goede Duitse regisseur, Götz Friedrich. En op het toneelvlak was een grote bloedvlek zichtbaar. En ja, dat kerfde erin. En dat samen met die schrijnende, dramatische muziek, dat gaf mij ook tranen, herinner ik me. Ja. Nou ben ik zelf wat van de klassieke films. Ja. The Good, Bad and the Ugly. Ja. Ennio Morricone. Ja. Is dat een echte dirigent? Of is dat... Ja. Heel belangrijk, hè? Ja, nou ja, dat is echt, daar luister ik regelmatig. Goede filmmuziek is waanzinnig. In veel opzichten maakt de muziek, of de muziek maakt uiteindelijk vaak de film, hoor. Met spanning opbouwen, dat soort dingen. Hitchcock had ook een paar beroemde, hè? Herman, geloof ik, hè? Mm-hmm. Met de Psycho, de moord in de douche en zo. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik heb één keer ook een hele grote film live gedirigeerd met een orkest in de Stad Schouwburg in Amsterdam, een groot orkest. En dat was een stomme film van meer dan een uur. Dus alleen maar muziek, want er wordt niet... Niet gesproken. Het was een compilatie van Italiaanse diva-films uit het begin van de vorige eeuw, door een kenner gemaakt, Del Peut. En op een gegeven moment was er bijvoorbeeld, werd er geschoten, maar dan zag je dus zo'n betrekkelijk schokkerig beeld. En op een gegeven moment, pong. En dan moest je maar net op het goede moment knal geven. Het is heel moeilijk. En dat in een structuur van 70 minuten. Maar ik hou erg van dat soort uitdagingen. Ik heb ook vroeger veel ballet gedirigeerd. En met opera moet je ook weer heel erg met de zangers samen zijn. Ballet, hoe gaat zoiets in zijn werk? Is dat heel anders dan hier staan, bij wijze van? Ja, als je ballet dirigeert, ga je veel naar de studio. En dan zie je hoe de dansers, hoe hun bewegingen zijn. Wat het tempo is wat ze nodig hebben. En ik heb bijvoorbeeld het eerste grote ballet dat ik dirigeerde, wat Zwanenmeer van Tchaikovsky. Wat technisch een heel moeilijk ballet is voor de dansers. En elke dag waren er andere solisten. En dat betekent dat dan ook de solo's van die solisten anders kunnen zijn. Stel je voor dat iemand een serie pirouetten maakt. Pong, pong, pong. Pong, maar iemand anders in hetzelfde stuk maakt een dubbele pirouette. Dan krijg je pong, pong, pong. Dus hoewel het tempo van de pirouette sneller is, het tempo van de muziek trager. Omdat ze een dubbele maken. Dus dat moet je op het moment zelf, en dat heb je dan in de studio gadegeslagen, maak je aantekeningen van. Dus het is ook sportief heel interessant. Want dat heb je tot 1990 gedaan, toch? Ja. Vanaf 1985, dus 5 jaar. Ja. Steek je daar ook veel dingen bij op? Ja, in 1980 ben ik begonnen. Nee, ik ben in 1974 begonnen met ballet dirigeren. Okay. Vooral tussen 74 en 84, ja. Klopt het dat jij ook een tijdje in Wenen gezeten hebt? Ik heb er een aantal concerten gegeven met mijn Nederlandse ensemble. Ik heb een aantal keer met Klankforum Wien gewerkt. En ik ben daar met Wenen is toch best wel bekend om... Het is heel beroemd. Een van mijn beste vriendinnen woont er, dus dat is ook nog een hele goede reden om daar naartoe te gaan. Absoluut, absoluut. Is bovendien is heel interessant, niet alleen een van mijn beste vriendinnen, maar ook iemand die, als het nodig is om mij de les te lezen, het klinkt een beetje raar, is zij meedogenloos, maar volkomen juist. Dus dan kan het zijn dat je een halve dag met ingehouden snikken zit, en dat je na 2 dagen denkt, ja, ik kom toch gereinigd hier vandaan. Maar ze had wel gelijk. Is dat een conclusie? Maar ik heb bijvoorbeeld ook, want wij verdiepen ons nu in het zeer klassieke. Ik heb ook met DJ's samengewerkt. Wat voor DJ's? De leukste, de fijnste was Bas Amro in Enschede. Ik heb 2 zeer mooie concerten met hem samen gedaan. En hoe gaat dat dan? Want het zijn een totaal andere werelden, toch? Dat is natuurlijk de bedoeling was, en dat werkte ook heel goed, om de 2 tamelijk verschillende publieken in elkaars keuken te laten kijken.
En het werkte. Met hem was het fantastisch. Hoe het ging was als volgt. Het theater lijkt een heel klein beetje, het is veel groter in Enschede op dit. Dus meestal zit het orkest op het toneel en het publiek daarin op balkons. Ze hadden het veranderd. Ze hadden het orkest beneden gezet, het publiek op het podium, op de zijbalkons. En er waren ook plaatsen gecreëerd midden in het orkest. Zodat je dus deel van het avontuur wordt. En Bas en ik hadden een aantal gesprekken van tevoren gevoerd. En het eerste uur van de avond was voor hem. En hij zat dus met zijn DJ-dingen, waar ik een leek in ben. En ik zat daarbij. Ik had mijn rockkostuum al aan, maar ik wilde zien hoe hij dat deed. En wat het voor uitwerking op het publiek had. En ik vond het fascinerend. Ik vond vooral fascinerend, het klinkt een beetje kinderachtig, maar die kleurtjes waren zo mooi. Ik stelde me voor dat ik met die machine naar Mars zou kunnen vliegen. Ja, een beetje een ruimteschip bijna, met allemaal knipperende lichtjes, cue-lampjes. En toen ging dus daarna het orkest zitten na dat uur. En we hadden een symfonie, één keer een symfonie, andere keer een vioolconcert. En Bas en die ging mij toen een kort interviewen. Ik stond al voor het orkest en hij vroeg dingen uit zijn belangstelling, zonder dat hij een bedweter was. Maar hij wilde, nou net als jij. Je bent geïnteresseerd, maar je wil meer ervaren. En ik vertelde het een en ander, maar er was iets heel leuks. In de muziek die hij had gemaakt, was er op een gegeven moment ding, tong, kong, kong, tang, tang, kong, kang, tang, tang, kong, kang. Ging zo'n tijdje door. Tong, tang, nou, lekker ritme. En de symfonie die wij speelden, die begon heel duister in de lage strijkers. Toen dacht ik, verdomme, dat ritme is ook ta, 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 rust, ta, 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 rust. Dus het is als het ware een variatie van zijn ritme. En toen liet ik dat horen, ik legde het eerst uit en toen zei ik, nu doen we het nog een keer. En zonder het orkest een woord te zeggen, sloeg ik een ander tempo, deden we ineens. Tu-po-poem, po-po-poem. Dus dan hoor je al dat die verwantschap dichter bij elkaar zit. En toevallig was dat een stuk van een grote Franse romanticus, César Franck, die kernthema op veel plekken in die symfonie laat terugkomen. Dus ik zei, weet je wat ik doe? Ik steek mijn linkerhand op, als dat kernthema terugkomt, dan help ik jullie om het te herkennen. Dus dat was één van de dingen. En het orkest speelde fantastisch. En elk deel, dat waren er drie, mochten er andere mensen midden in het orkest gaan zitten. En het was een feestje. En ik herinner me dat er na afloop kwam een onderwijzeres uit Borne. En de voorouders Spanjaard komen uit Borne. Die hadden een heel grote textielfabrieken. En zij zegt, ik geef les op een school die David Spanjaard, ik geloof in 1860, heeft gesticht. Ik ben nog nooit naar een klassiek concert geweest. Maar ik kom vanwege de DJ combinatie met jou. Ik ben bekeerd. Ik ga vaker komen. Nou, dat kon niet mooier voor mij. Dat is toch uiteindelijk ook een beetje wat voor je nu doet, toch? Ja, helemaal precies. Bij de wat jongere doelgroep. Ja, dat ook al haal je er maar eentje over. Ja, geweldig. En het leuke is, want dat is nog iets, dit podium, ik zei al, kan er eindeloos. Ik heb hier ook liedrecitals begeleid als pianist. En in de coronatijd, waar het dirigeren bijna onmogelijk was, ben ik twee duo's intensief aan gaan werken met een fantastische zangeres en met een violist. En recitals gegeven met hun beiden. En toen ik met die violist in Amsterdam optrad in de Waalse Kerk, wie zat er met zijn echtgenote en zijn ouders in de zaal? Bas Amro. Of liever gezegd in de kerkbanken. Dus dat zijn ook mooie dingen. Amerika, ben je daar wel eens geweest? Ja, vrij vaak. Hoe is het daar? Nou, het grappige is, ik had het al over die NMO, die masteropleiding voor dirigenten. Twee zijn Amerikanen die, waar zij werkte en studeerde, een zeer goede naam had. De een was cellist, die had al met beroepsorkesten opgetreden. De ander had zijn eigen gecomponeerde opera al gedirigeerd. En hoe oud was hij ongeveer? 23. Zo. Dus ik denk, wat doen die jongens hier? Waarom verlaten ze hun biotoop en ze willen bij wijze van spreken niet meer weg?
kennelijk is het muziekklimaat in dit veel kleinere land zo gonzend. Ze krijgen ook kansen. Ze worden gezien hier. Ze vinden kennelijk de collega's en de lessen interessant genoeg. Ik dacht van tevoren, die zullen wel weer snel teruggaan, maar dat is niet zo. Op je 23ste? Ja, ongelooflijk. Hoe krijgen ze iets voor elkaar? Hoe was jij op je 23ste? Speelde je toen, ja, neem ik aan, dan wel piano en dergelijke? Ja, ik was afgestudeerd als pianist. Ik werd aangenomen bij de internationale Royal Opera in Covent Garden. Dat is ook niet niks. Als assistent-dirigent, pianist, coach. Dus ik was ook behoorlijk vlot erbij. Maar goed, met heel veel nog te leren natuurlijk. Maar ja, dat zijn altijd vroegbloeiers. Dat is niet altijd gunstig. Ik bedoel, wonderkinderen die moeten het vaak later duur bekopen. En nogmaals, ik ben een leek, hè, dus ik ga gewoon van alles vragen. Barok muziek. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Bach. 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 En de barokmuziek, dus bijvoorbeeld Bach, Matthäus Passion, Brandenburgse concerten, dat is nou typisch een deel van de geniale klassieke muziek, waar de laatste 50 jaar in de interpretatie veel nieuwe specialisten zich over hebben gebogen. Een aantal hebben dat veld van de kennis en de uitvoeringspraktijk flink veranderd. Van de Nederlanders zijn heel belangrijk geweest Gustav Leonhard, de klavicinist Frans Brugge, blokfluitist en later dirigent. En Frans Brugge was een zeer inspirerende man die ik gelukkig goed gekend heb. We woonden een steenworp van elkaar. Hebben elkaar ook met enige regelmaat getroffen. En als hij iets nieuwigs moest doen, kwam hij even bij mij om raad. En als ik iets ouwigs moest doen, kwam ik bij hem. En ik zal nooit vergeten dat hij moest iets van Stravinsky doen. En er zit op een gegeven moment een ritme in en dat gaat zo. Ta 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 pam pam pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat betekent voor de dirigent dat hij afwisselend in twee snelheden moet kunnen slaan. En toen zei ik, weet je Frans hoe je dat moet onthouden? I want to be in America. I want to be. Dat is precies dat. En dat is wat Stravinsky gebruikt. En Frans die pakt zijn vulpen. We zaten in een bruine kroeg. Hij zat aan zijn stamtafel. Café Marcella. Het is ergens in Amsterdam, hè? Gewoon ja, Café leuk. Marcella aan het Amstelveld. Hij pakt zijn vulpen, had een echte vulpen, had een prachtig handschrift. Schrijft heel groot in die Stravinsky-partituur. I want to be in America. Zijn dat dingen die jij ook doet? Zelf toepast? Dat soort slimme heden? Nou, ik lees graag om de componisten en de muziek heen. Dus zeker als bijvoorbeeld muziek tekst heeft. Als het om opera of liederen gaat, is de tekst vaak mede bepalend geweest voor de inspiratie van de componist. Dan moet je daarvan op de hoogte stellen. Maar de omstandigheden, leeft een componist in een dictatuur? Heeft hij net een affaire achter de rug? Verkeert hij in armoede? Heeft hij net de gamelan ontdekt? Dat zijn allemaal dingen die invloed kunnen hebben. En door tekst kan je natuurlijk ook de muziek zelf kan ik beter begrijpen daardoor, toch? Welke snelheid het moet en dergelijke. Ja. Dat is natuurlijk bij de wat klassiekere muziek zoals Mozart, Bach, is dat veel minder. Daar heb je geen tekst op, dus dan moet je dat meer op gevoel doen. Nou, in de Matthäus Passion barst van de tekst. En Mozart, vergis je niet, de drie grote Italiaanse opera's van Mozart, Don Giovanni Così van Tutte en Le Nozze di Figaro, hebben briljante libretti. Vol met woordspelingen, schuine grappen, dubbelzinnigheden, rake moppen, echt nog steeds. Verdiep je daar ook in? Dus ja, zoek je dan ook echt uit wat het betekent? Ik kan het woord voor woord oplezen en meezingen, ja. Vivaldi, speel je dat ook? Is dat ook iets? Heel weinig. Ik heb wel de vierjarige tijden. Ik heb het orkest van Jaap van Zweden gedirigeerd in Dallas in Amerika. Zijn vorige vaste orkest, daar deden we de vierjarige tijden. Maar dat is niet een repertoire wat ik zo gauw met een modern symfonieorkest zou doen. Waarom niet? Ligt het je niet? Of? Nou, omdat dat is nou typisch barokmuziek, waar je dus de laatste decennia velen vinden, laat dat nu maar aan specialisten over. Maar het is natuurlijk hele beeldende muziek en het is ook leuk om te doen. Maar het is best wel algemeen bekend stuk inderdaad. Tuurlijk, maar ik ben, en kijk, dat, je kan dat met 10 of 20 muzici uitvoeren. En ik ben vooral heel gewiekst, ook om hele grote
complexe orkesten te dirigeren, grote operaproducties. Mijn gehoor is zo langzamerhand ontwikkeld dat ik echt met een... Een van de grootste dingen die ik heb gedaan was in Oostenrijk, ook een bekend stuk, van Karel Orff, Carmina Burana. Ik geloof 260 uitvoerende. Heel groot koor, groot orkest, veel slagwerk, 3 solisten. Dat vind ik heerlijk. En het gekke is, daar ben ik bij wijze van spreken minder zenuwachtig dan als ik een klein ensemble heb. Ik ben ook voorzitter geweest een aantal jaar van de Nederlands Muziekprijs. Dat is een soort super erkenning voor een top Nederlandse solist. Die eerst via een zwaar recital door een klein comité wordt uitgekozen. En dan nog moet je 2 jaar in het verborgene groeien en groeien. En als de hele commissie daarover eens is, dan geef je een super presentatie. En klopt het dat jij ook wel eens een uitstapje hebt gemaakt naar de jazzmuziek met Louis Andriessen? Louis Andriessen was een klassiek getrainde componist die ook veel gevoel had voor big band. Ik heb inderdaad met een Oost-Nederlands ensemble de Ereprijs wel eens een heel swingend stuk van hem gedaan. Ik kende hem ook, want we woonden vlak bij elkaar. Hij is 2 jaar geleden overleden. Hij woonde naast Carré, Theater Carré. En hij had ook een woning op de Keizersgracht. En ik zag hem vaak de Magere Brug overlopen. En dat ik heb meer van hem gedaan. Ja. Dat is goed iets meegenomen. Een dirigeerstokje. Ja. Zou je die kunnen pakken? Ja. Ik ben namelijk benieuwd hoe zoiets eruit ziet. Ja. Dit is nog bijzonder. Ook deze heb ik van koningin Beatrix gekregen. Dus wel even niet niks, hè? Ik zal je vertellen hoe dat ging. Ik dirigeerde de openingsvoorstelling van het Wilming Theater in Enschede. Met een hele grote opera-première. Dat was 15 jaar geleden. De koningin zat midden op het balkon. En ik stond al in de orkestbak. Dus mijn hoofd steekt dan boven het toneel uit. Want ik moet alles kunnen zien. Maar die 90 muzici zitten eronder. Er waren niet acrobaten, maar mimers. Die aan touwen. Ik geloof 2 jongens en 2 meisjes. Die hoog door de ruimte zweefden. En die touwen mooi aangekleed, dat is een beetje elfachtig, die zweefde naar beneden. Een van die meisjes ontving deze stok lichtgevend. Er zit een vloeistof in die licht kan geven. Uit handen van koningin Beatrix zeilde door naar de orkestbak, gaf mij die stok. En toen verwisselde ik hem voor een gewone stok en ging daarmee dirigeren. Maar ik ben bereid vanwege jouw belangstelling en jouw leuke podcast. Oprecht heel leuk. Ja. En dit is echt waar. Ja. Dit komt echt uit handen van koningin Beatrix. Vet. Je hebt natuurlijk wel vaker voor haar dan opgetreden, ook in Jeruzalem. Je vertelde dat heel streng bewaakt werd. Ja, dat was bijna beangstigend. Wij werden met een auto van het hotel, de zangsoliste Jart van Nessen en ik. En we werden zo gecontroleerd en tegengehouden dat het concert iets te laat begon, terwijl het live op de radio was. Dat was niet prettig. En prefereer jij ook dirigeerstokken? Ja, wat ik prefereer zijn de lichtere. Dus meer die dit zou... Vroeger hadden dirigenten een stok die ongeveer zo zwaar was als dit, van ebbenhout, zilver en ivoor. Bezit er 2 van dirigenten van een eeuw geleden. Daar zou ik nooit mee dirigeren. Dat lijkt me heel onprettig. En dit was natuurlijk een feestelijke act, dit. Maar goed dat ik zag dat absoluut, is. Absoluut. Die moet ik bewaren. Ja. Absoluut. Prijsvraag hebben we er wel aan verbonden. Ja. Die mag jij verzinnen. Ja. Je had al volgens mij een beetje... Ja, ik heb een idee. Door. De prijsvraag is het volgende. Ik ben zeer beïnvloed en zeer bevriend geweest door een Nederlandse meesterpianist, die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een van onze beroemdste muzici was. Internationaal, onder andere met de pianomuziek van Debussy, lieveling ook van mij, en de concerten van Mozart. En dat zijn er ruim 20 die hij allemaal speelde met orkest. En die pianist, die niet meer leeft, en waar ik veel aan te danken heb, die had nog 2 andere beroepen. Dus ik bij wijze van spreken schoenmaker en piloot.
Wat zijn die twee beroepen en hoe heette die meesterpianist? En degene die dat weet op te lossen, die gun ik van harte. De mooi. Dirigeerstok van Koningin Beert. Maar dat was niet ingestudeerd, dat was puur... Dat was ingestudeerd. De koningin wist dat ze... Zij had hem lichtgevend, want dat blijft geloof ik een uur lichtgeven. Toen ze naar het balkon, middenbalkon werd geleid, ze wist dat het zou beginnen met die acrobaatachtige act, dat zij hem zou afstaan en dat ze, die mensen zeilden naar mijn orkest. Bizar. Dat was het. En bizar. Dat was dan het begin van Hotel de Pékin, zo heette die opera van componist Willem Jets. Dan gaan we hem denk ik afsluiten. Daar heb ik nog wel een allerlaatste vraag. Zitten er nog dingen aan te komen van jou? Concerten binnenkort die je nog even wil pluggen? Ja, zeker. Om te beginnen, wat misschien wel leuk is, ook omdat ik hoop en aanneem dat je ook een publiek hebt die nog niet zo doorgewinterd zijn. Zeker, zeker. Een aantal van jouw luisteraars zullen af en toe het programma Maestro gezien hebben. Zeker. Waar bekende Nederlanders mogen dirigeren en er altijd een paar zien die er helemaal niks van terecht brengen en ook een paar die het dat aardig iets van waar maken, want echt in die paar lessen leren kan je het niet. De komende serie in het najaar, ik ben de voorzitter van de jury. Ik word de nieuwe voorzitter van de jury. Leuk. En weet je wanneer dat ongeveer begint? Ja, onze semi-live opnames beginnen in oktober. De finale is in Haarlem, waar alles wordt gefilmd in de Philharmonie. Die is helemaal live, midden januari. Dus ik denk dat de uitzending in november of zo. Dan wil ik onze luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren. De kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. En dan zien we jullie de volgende keer weer.